welkom bij de Zomer van de Mix van MTNL. Vandaag een herhaling van de documentaire Slavenbrieven. Over brieven die eigenlijk niet van slaven afkomstig zijn. Binnen het thema erfenis van het slavernijverleden Suriname-Nederland is de documentaire Slavenbrieven, na de serie Koopmannen van Amsterdam, het tweede onvertelde verhaal in deze reeks. Ik zou ze eerder brieven uit de slaventijd noemen. Die mensen, die waren geen slaven meer. Geïnspireerd door de reizende tentoonstelling Onder de Hoede van de Heer, waarin door Nimzee een 20-tal slavenbrieven geëtaleerd worden, zijn makers op zoek gegaan naar de achtergrond hiervan. Wie hebben deze brieven geschreven? Waar komen deze brieven vandaan? Aan wie zijn ze gericht? Wat hebben deze brieven met de Maroncultuur te maken? Deze brieven in die tentoonstelling zijn brieven geschreven door Marons vooral, dat wil zeggen nakomelingen van gevluchte slaven die zichzelf nog altijd Marons noemen. Sinds halverwege de 18e eeuw zijn de zendelingen van de evangelische broedergemeenschap de binnenlanden van Suriname ingetrokken om de Marons te bekeren. Zware en moeizame tochten door dichte bossen, over brede rivieren en gevaarlijke watervallen brachten hen uiteindelijk bij de diverse Maron-gemeenschappen. Aanvankelijk stonden de Marons afwijzend tegenover deze zendelingen. Gaandeweg de jaren leerden de zendelingen hen lezen en schrijven en creëerden op die manier veel goodwill bij de Marons. Reeds in de slavernijperiode de slavenhouders, het koloniaal bestuur, de kerk heeft ingezet om de mensen die in slavernij gehouden werden, het christendom te doen aannemen. En hen tot sacrificie, acceptatie van de slavernij als een lot te gaan beschouwen. In de jaren van de kerstening door de zendelingen zijn vele heilige plaatsen en voorwerpen van de Marons verloren gegaan. In de overstap naar de nieuwe religie kwam het vaak voor dat kerken gebouwd werden op de ruïnes van de traditionele gebedsruimtes. Enkele Marons echter wilden wel christen worden, maar niet alle traditie overboord gooien. De mensen die tot de algehele afschaffing in 1863 in slavernij gebleven waren, daar heeft de kerk heel veel hand in gehad, waardoor ook het verbod dat er kwam op de uiting van de Afro-Surinaamse cultuur in Suriname, dat reeds in 1698 was er al een verbod. Door middel van plakkaat werd de Afro-Surinaamse cultuur of de Afrikaanse cultuur in Suriname verboden. Waarbij de doodstraf op het overtreden van dit verbod was opgenomen. Het was niet letterlijk opgenomen als doodstraf, maar de militaire patrouille in Suriname kreeg de volmacht om bij constatering van overtreding zonder enige consideratie te schieten op de overtreders. Dus de voorouders die tot 1863 in slavernij waren gebleven en onder het controleapparaat van de koloniale overheid viel, die
hadden twee keuzes te maken. Eén, de Afrikaanse cultuur in Suriname een ondergrondse bestaan te laten leiden, met als gevolg dat een heleboel dingen verloren zouden gaan, of hardnekkig vasthouden en de cultuur overdragen aan de volgende geslacht en daarmee dus ook die volgende geslacht belasten met een kunu, tussen aanhalingstekens. Een kunu is een vloek. Ik noem het kunu, omdat door die overdracht wisten ze niet hoe die volgende generatie mee zouden omgaan. Of zij zich zouden storen aan het verbod, of het verbod negeren. En bij negeren daarvan kwam dus ook die doodstraf, die zonder enige consideratie schieten. De zendelingen zijn kort voor de afschaffing van de slavernij al bij de Marons bezig te kerstenen. En daar in hun samenspraak met de mensen daar zijn er altijd mensen die bijzondere talenten laten zien of over bijzondere talenten beschikken. En deze mensen kregen toen de gelegenheid te leren lezen en schrijven. En sommigen, zoals Johannes King, hebben zichzelf leren lezen en schrijven. Dus dat kwam dus ook voor. Dus het was niet één manier, het was ook niet om een bepaalde reden. Het was vooral omdat ze de gelegenheid hadden, kregen of namen gewoon. In latere fase waren natuurlijk die scholen opgericht door die EBG. Maar dat dan praten over een iets latere periode dan deze periode in de 18e eeuw. Johannes King behoort tot het Maronvolk van de Matawai. Hij werd in 1861 gedoopt tot lidmaat van de Evangelische Broedergemeente. Hij legde zich toe op de zending onder zijn eigen volk. Maar daarnaast ondernam hij ook verschillende reizen door het bosland. Hij werd een fel bestrijder van de Gantata-cultus onder de bosnegers. En hij heeft een aantal, je zou gerust mogen zeggen, boeken geschreven die tot in onze tijd bewaard zijn gebleven, waarin hij zijn beeld geeft van zijn zendingswerk, zijn, zoals dat netjes heet, zijn zielenroerselen, wat maakt dat hij anderen wilde bekeren, want hij werd zendeling. En dat alles vertelt hij in zijn werk en ook nog de belemmeringen die hij op zijn pad ondervindt op zijn weg anderen te bekeren en natuurlijk ook dat wat hij schrijft gericht naar de zendeling in Europa. Ganta Jaco, die in de geschiedenisboeken bekend staat als Baston Bent, die is slaaf geweest eerst in Jamaica, later naar Suriname gebracht en heeft zich teruggetrokken in de oerwouden, zich toegevoegd bij de Maron die er al waren. En hij was een van de leiders van de Marons. Als er een grote opstand in die Komewijnengebied plaatsvindt, zo rond 1757, dezelfde periode, is Boston een van de opstandelingenleiders, een van de rebellenleiders. In die vluchtperiode van Berenburg, de plantage, naar Benduka, heeft hij ongeveer een 6 tot 10 brieven geschreven en eenmaal bij de Juka werd hij de schrijver van die gemeenschap. Hij schreef pamfletten die de Njuka achterlieten bij de aanvallen op de plantages en waarin zij de planters en het koloniale bestuur lieten weten dat zij alleen zouden ophouden met hun vrijheidsstrijd als zij werden erkend als vrije natie. Hiermee had Boston Bent
een belangrijke inbreng bij de totstandkoming van de vredesverdragen in 1760 en 1762 tussen de koloniale overheid en respectievelijk de Ndjuka en de Saramaka. Een inhoudelijke verschil tussen de brieven van Boston en Johannes King is eigenlijk dat Johannes King zijn brieven religieus gemotiveerd waren. Hij wilde alleen maar zijn bekeringswerk, zijn zendelingenwerk, zijn geestelijke motivatie, wat hem bezighield in geestelijke en christelijke zin, dat wilde hij kenbaar maken. Die brieven zijn gericht aan in eerste instantie vooral zendelingen. De mensen van de Hernutter, Moravische Broeders worden ze ook wel genoemd. In onze tijd is dat de EBG. Zij waren vanaf 1735 in Suriname en zij hebben daar onder andere bij de verschillende Maron-gemeenschappen en ook daarbuiten mensen bekeerd, mensen, noem het maar, christenen gemaakt. En die brieven zijn aan hen gericht, waarin deze schrijvers hun dankbaarheid tonen of hun, hoe zeg je dat, hun vriendschap willen laten blijken of gewoon kort het een en ander vertellen hoe het gaat in hun gemeenschap. Deze zendelingen wonen dan niet meer in Suriname, die wonen meestal dan intussen in Duitsland. En dan is het wel fijn voor hen ook dat er een correspondentie blijft met mensen in Suriname. Bij Boston was het een heel ander, de brieven waren van een heel andere orde. Boston wilde in een oorlogssituatie tussen Paramaribo en die Marons en de plantagebewoners, want die waren zolang ze niet waren gevlucht en opgenomen in die vluchtelingengemeenschap waren ze nog geen Maron. Dus Boston was op weg Maron te worden. In die situatie heeft hij brieven geschreven waarin hij blijk gaf van de wil van die vluchtelingengemeenschap, de eerste 350, en later dat geheel van meer dan op dat moment 1000, 1200, we weten niet absoluut zeker, in Djukas. Hij gaf blijk van de wil tot dialoog. Hij wilde praten met het bestuur in Paramaribo. Het was niet direct vrede. Overal waar hij kwam, want toen hij eenmaal was gevlucht, liet hij overal brieven achter, op stokken, op galerijen, op plantages, waar hij toevallig langskwam om het een of ander te halen. En toen hij eenmaal was gevlucht, had hij door dat vrede zou kunnen leiden tot voordeel voor alle partijen. En die brieven zijn gezien. Ze zijn in het bestuur terechtgekomen en vanuit Paramaribo begon men weer te schrijven naar Boston. En zo ontstond er een correspondentie over en weer, waaruit tenslotte de vrede is tot stand gekomen tussen eigenlijk de drie belangrijke Maron-gemeenschappen, de Ndjuka, de Saramaka en Matawai. En deze vrede heeft stand gehouden en is die bekende vrede waarop de Marons tot de dag van vandaag blij geven dat ze dat waarderen en dat hen dat in een aparte positie plaatst vergeleken met anderen die slaaf zijn gebleven. Boston werd eigenlijk de schrijver in die Marongemeenschap en hij werd ook een kapitein en later een opperhoofd in die Marongemeenschap. Dus hij is van niet te onderschatten waarde geweest voor die gemeenschap, maar vooral ook voor wat wij noemen slaven en ex-slaven, want in dit geval is hij slaaf tot ex-slaaf geworden, die konden lezen en schrijven.
Marons wonen zo'n 3 eeuwen in Suriname. Tussen 1650 en 1830 brachten voornamelijk Nederlandse slavenhalers ruim 250.000 Afrikanen onder dwang naar Suriname. Daar werden zij als slaven op plantages te werk gesteld. Reeds bij aankomst wisten sommigen zichzelf te bevrijden en vestigden zich in de oerwouden van Suriname. Er zijn 6 Maron-samenlevingen. De Njuka, de Samaka, de Matawai, de Pamaka, de Aluku en de Quinti. Dat zijn 6 politiek van elkaar onafhankelijke Maron-gemeenschappen. En elk van deze Maron-gemeenschappen is opgebouwd uit een matrilineaire stelsel. Wat betekent dat de afstamming langs de moederlijn plaatsvindt. Mijn voorouders die noemden zichzelf toen Loemang. En later werden ze door de slavenhouders uitgescholden van Marong, van het Spaanse woord Cimarron, wat oorspronkelijk uitgebroken vee betekende. Maar ik moet daarbij zeggen dat in latere jaren, en ook nu, de nakomelingen van deze mensen de naam Marons hebben aangenomen als geuzennaam. En de betekenis ervan voor ons nu is mensen die geweigerd hebben om het onrechtvaardig gezag van anderen over hen te accepteren en zichzelf hebben vrijgevochten. Marons geldt voor al die mensen wiens voorouders de slavernij de rug hebben toegekeerd en zich teruggetrokken in de oerwouden van Suriname. Ik zou ze eerder brieven uit de slaventijd noemen, omdat ze niet expliciet door slaven zijn geschreven. Ze zijn door mensen geschreven in de periode van de slavernij, in de 19e eeuw. En in dat opzicht zijn het brieven die het verdienen genoemd te worden, al was het alleen maar omdat in die tijd werd verondersteld dat de slaven of de nakomelingen van slaven, sowieso de mens van Afrikaanse afkomst, niet in staat zou kunnen zijn op een degelijke manier te leren lezen en schrijven. En in hun brieven weerspreken ze dat. De Maroncultuur is door de jaren heen danig veranderd. Niet alleen onder dwang van de kerk, maar ook door moderne culturele invloeden. De trek naar de stad en de overtocht naar Nederland hebben ook hun steentje bijgedragen aan de algehele verandering. Is het de Maron gelukt om ondanks culturele aanpassingen en adaptatie eigenheid te behouden? Het is vooral ook aan de Marons om te oordelen of door die Johannes King en de zendelingen vooral, want het is ruimer dan Johannes King, hun cultuur is gesloopt of gedwarsboomd of teniet gedaan. Zelf heb ik het idee dat het wel schade in het algemeen, niet alleen bij de Marons, heeft toegebracht aan de cultuur, aan tradities, aan gewoonten sowieso, omdat die als minderwaardig zijn geëtaleerd door de eeuwen heen en vooral in die tijd als zodanig zijn gezien en bekendheid gegeven als minderwaardig met alles erop en eraan. En dus is er toch wel schade toegebracht. Tegelijkertijd moeten we erbij zeggen dat er veel mensen zijn die vinden dat wat ze aan voordeel hebben van het christendom niet opweegt tegen de schade die zou zijn toegebracht. Het is maar hoe je dat bekijkt. Ik typeer het zo dat de Afro-Surinaamse mens tot een bepaalde periode geleefd hebben met 2 gezichten. De Afro-Surinaamse religie beleiden ze in de slaapkamer, in de kerk, het christendom, in de woonkamer. En om zo te leven, waarbij afhankelijk van in wiens buurt, in wiens omgeving je bent, ben je in de buurt van de dominee of de pater, dan
moesten zich voordoen als de vroomste christen, zijn ze in de omgeving van een obiaman, dan moesten ze zich ook weer veranderen om zich te laten zien dat ze ook onderdeel is van die Afro-Surinaamse cultuur. In het begin van mijn uitleg over dit onderdeel, dat de Maroons tot voor kort er een verschil was met dat van de Creolen, tot voor kort. Nu zie je dat de huidige generatie Maroons de weg, dezelfde richting opgaat als bij de Creolen. Dat door gebrek dus aan inzicht in de cultuur, in de religie, zie je dat ze bijna hetzelfde zijn, aan het doen zijn met hun leven. Alles als het iets mis is, dan gaan ze dat niet in de eerste plaats zoeken aan zichzelf, maar aan te doen van een ander of van een hogere macht. Maar heeft dat te maken met dat die stadsinvloeden steeds dieper het binnenland inkomen? Dat heeft te maken, niet dat die stadsinvloeden naar het binnenland gaan, maar de mensen van het binnenland komen naar de stad. Aha, familie. Ohara mara sarwa yara mati. Ohara mara mokonda sinagari ya poku disi yara famiri. Ara se. Yarwa. Hipipi. Ate sabaku tae makena nage. Enkel in de jaren 60, begin jaren 60 van de vorige eeuw, is men in Suriname, dus de nakomelingen van de mensen die tot 1863 in slavernij waren gebleven, begonnen met, als het ware, back to the roots. Wat ik zo jammer vind van wij, de Afro-Surinaamse mens, Maroons en Creolen, is dat het besef niet doordrongen is, vooral bij de Creolen, dat het deel van de Afrikaanse mens die naar de slavernij waren gebracht en zich teruggetrokken zijn in de bossen, dat het ook hun familie is. Want de ene broer en zus is weg naar de bossen, de andere broer en zus is op de plantage gebleven, vrijwillig of genoodzaakt. Wanneer het de Afro-Surinaamse mens zou lukken om in te zien dat het deel die in de bossen zijn teruggetrokken ook hun voorouders zijn, dan zou ze ook beseffen dat de strijd die die mensen gevoerd hebben, dat het een strijd is die ook door hun voorouders is gevoerd. Zodat wij niet alleen kunnen zeggen dat de geschiedenis van Suriname alleen acceptatie kent, maar ook strijd voor vrijheid. De mensen in het binnenland, de voorouders van de groep in het binnenland, die hebben een wezenlijke strijd geleverd met tastbare resultaten. Er waren ook verzetsmensen op de plantage achtergebleven, ook in Paramaribo. Mensen die in de geschiedenisboeken staan als Kojo, Mentor en Present en noem maar op. Die waren er ook. Dat zijn allemaal onze voorouders. En als ik zeg onze voorouders, dan bedoel ik de Afro-Surinaamse mens
de Creolen, de Marons. Dus wanneer het de Creolen zou lukken om dat ook in te zien, dat de mensen van het binnenland kinderen zijn, nakomelingen zijn van ook hun voorouders, zoals wij zien dat de anderen die op de plantage waren gebleven tot 1863 ook onze voorouders zijn. Door de eeuwen heen heeft de baroncultuur tegenslag op tegenslag moeten verwerken. Niet alleen de kerstening, de aanleg van het Stuwmeer, de Binnenlandse Oorlog en recentelijk ook de watersnoodramp hebben hen op de proef gesteld, maar ook de trek naar de stad is hen slecht bekomen en heeft hen lange tijd onderaan de maatschappelijke ladder doen staan. Langzamerhand kruipt de Maron uit het dal en weert zich dapper in de huidige tijd van verdrukking. Er is in zoverre enige terughoudendheid binnen de gemeenschap dat je kunt zeggen dat de gemeenschap van de Maron wat terughoudend is in haar optreden ten aanzien van de Afro-Surinaamse gemeenschap. Het kustgebied, als je dat zo even mag noemen. En dat heeft misschien te maken met recentere ontwikkelingen dan de ontwikkelingen uit het slavernijverleden. Met recentere ontwikkelingen bedoel ik de oorlog die in de periode Bouters heeft plaatsgehad. Alles wat te maken heeft met de goudconcessies, houtconcessies, dat soort zaken meer. En natuurlijk ook het feit dat veel de Marons een nieuw bestaan moesten opbouwen in Paramaribo. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik denk dat in dat opzicht wel animositeit, misschien zelfs voorzichtig elkaar aftasten en benaderen, misschien zelfs ook tegenstellingen er zijn. Maar ik heb het idee dat deze tegenstellingen niet onoverbrugbaar zijn en dat op termijn ze opgelost kunnen worden. Tot zover deze aflevering van de Mix. Voor meer informatie kijkt u op www.mtnl.nl en tot volgende week.